Woensdag 1 juni, dag van Alpe d'Huzes. We gaan vandaag meemaken hoe deze mensen achter ons vandaag de berg één keer gaan beklimmen. En ik sta hier niet alleen, ik sta hier met Elissa. Ja, het is vandaag een prachtige dag. Het zonnetje schijnt, daar zijn we wel heel erg blij mee. En ik heb er zin in. En natuurlijk is er ook een plek waar je in alle rust de etiketten kan schrijven voor de kaarsen die in de bochten worden geplaatst. Hier kunnen ze ook troost en steun vinden bij elkaar, maar ook bij de vrijwilligers van deze fantastische organisatie. You found the light in me that I couldn't find. Ik sta hier naast Ad en Anneloes en we staan hier bij Team Kaarsen. Want daar zijn jullie vrijwilligers voor, klopt hè? Ja. Hoe lang doen jullie dit al? Wij doen 5 jaar vrijwilligerswerk. En de reden is dat wij dit zijn gaan doen om het overlijden van onze dochter. Zij is in 2013 overleden aan een hersentumor. Ze was 19 jaar. En mijn doel was toen om de Alpe d'Huzes te gaan doen. We hadden toen een team opgestart voor Team Lisette, samen met ons gezin en familie. Wij hebben toen met 12 personen donderdags gelopen en gefietst. En in 2019 hebben we de Alpe d'Huzes gelopen. In gedachten aan Lisette. Jullie doen jullie bijdrage hier bij het kaarsenteam. Ja. En kunt u nu met uw ervaring ook andere mensen helpen? Ja, ik denk van wel. Op een gegeven moment zijn er ook mensen natuurlijk die je ziet die het niet moeilijk hebben. En dan vraag je even of je probeert het te ondersteunen. Of je vraagt van, kan ik ergens mee helpen? En we proberen ons best te doen natuurlijk. Ja. En af en toe een knuffel misschien? Een knuffel en ik denk dat je elkaar ook wel aanvoelt van je weet waar je over praat. En dan denk je van ja, wij weten wat het is en hun ook. Dus dat is alleen fijn. Ja. En daar vind ik het kaarsenteam zo mooi voor. Je bent best nauw betrokken bij de mensen. Ja. Want die mensen die hier komen hier een kaarsje schrijven, of ophalen en een kaartje schrijven. Dat zijn er allemaal natuurlijk als je hier aan tafel ziet mensen met emoties en die iets meegemaakt hebben. Nou, ik vind het ook fijn om bij het kaarsenteam vrijwilligerswerk te doen, omdat het mij kracht geeft. Het geeft ook licht hè, zo, ja, en hoop om verder te gaan. Ik heb heel veel respect voor jullie. Heel erg bedankt en heel veel sterkte deze dagen. Dank u wel. En dan sta je hier nu bij Bike Total en die mannen zijn hier natuurlijk niet voor niets. Alles ten goede van Alpe d'Huzes, maar ook ten goede van jouw fiets. En ik ga gewoon eens hier even meekijken, want er staat hier een mooi fietsje. Staat hier in de standaard en we zien hoe hier gewoon een nieuwe stuurlint wordt aangebracht. Hans, een nieuw stuurlintje, was het nodig op deze fiets? Dat was echt wel nodig. Het hing er een beetje rafelig bij, dus het was niet zo. Het presenteerde zich niet en meneer zegt het moet toch echt anders. Want als ik donderdag omhoog ga, wil ik met een fris stuurlintje in ieder geval de berg op. Want de stuurlintjes, zijn dat ook wel de veel voorkomende dingen die je moet doen? Moeten we dan aan denken? Ja, waar je aan denken moet is vooral de remblokjes. Dat mensen komen en dat ze zeggen van, zijn de remblokjes goed? Ze laten ze controleren. En heel veel mensen die dus op de berg aankomen en toch verrast worden door het feit dat ze zeggen van, de berg is wat steiler dan dat we gedacht hadden. Dus kunnen jullie nog iets aan mijn versnelling doen? Dus ze willen gewoon een lichtere cassette. Dat is eigenlijk de hoofdmoot. En natuurlijk banden. De berg op is één, je moet de berg ook nog weer af. Ze hebben allemaal een doel om die berg op te fietsen. Maar goed, het is ook de bedoeling dat ze veilig beneden komen. Ja. Zijn er ook bijzondere dingen waarvan je zegt, nou, ik kwam nu iets tegen, kom ik het nooit tegen? Ja, wat we zien is dat mensen met hele dure carbonwielen op de berg komen. Met remblokjes waarvan we op voorhand zeggen van doe dat nou niet. En ook wel bijzondere banden, dat ze met home trainer banden de berg af willen. Dat we zeggen, ja joh, dat moet je thuis bij je home trainer. Ze hebben de fiets in Nederland meegenomen, van de home trainer afgehaald en de bandjes zitten er nog omheen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Heb ik toch één ding, hè? Ik ben al een paar keer over die finishstraat heen gelopen en elke keer hoor ik die bel weer bij jullie. Is het dan het laatste rondje? Is het een rondje voor de zaak? Dat zou je zeggen, maar dat is pure dankbaarheid. We hebben Dick, onze kassier, die luidt de bel als er voor je worden gegeven. Ja, dus heel veel mensen die hebben toch het hart op de goede plek en ze zijn gul voor het goede doel. Is het de eerste keer dat je meedoet? Ja.
gedaan. Voor mij wel. En wie staat er naast jou? Mijn zus. En is het voor jou ook de eerste keer? Voor mij is het de tweede keer. En hoe vond je het de vorige keer? Heb je het gehaald? Ja, ik heb het gehaald. Alleen wel met een mankement. Ik had mijn arm gebroken. Ik viel. Maar het was wel een hele bijzondere ervaring. Ja. Wacht even, heb je je arm gebroken tijdens het fietsen? Nee, toen ik over de finish ging. Want ik wou mijn arm omhoog steken en toen gleed ik uit. Dus toen heb ik mijn arm gebroken. Pas je deze keer op als je over de finish gaat? Ja, ja. Gaat u nou helemaal naar boven met de vlag? Nee, ik ga maar tot een derde. Een derde? Ja, want wij hebben een aflossing voor z'n drieën. Maar zij tweeën, die gaan helemaal de berg op. Jullie gaan dansen? Wij gaan dansen de berg op, ja. Oh, dat is leuk. En al dansen de berg op, dat kan niet misgaan. De sfeer zit er hier lekker in. Ik zie allemaal blije gezichten. Dat zal boven wel anders zijn. Heel zeker anders zijn. Maar dat geeft niet, we gaan er weer voor. Lekker met z'n allen, hè? En waarom ga je vandaag en niet morgen? Omdat ik dacht, ik ga één keer en dat kan vandaag net zo leuk zijn. Ook slakken komen boven. En ik zie jullie hier vooraan staan met slaapmutsen. Jullie gaan toch niet slapen? Nee, zeker niet. Maar nee. Waarom deze mutsen dan? Dit is van de alpakaiers. Oh. Zo kan iedereen ons goed herkennen. Als je een foto maakt of een video, iedereen kan zien dat wij van de alpakaiers zijn. Bonjour à tous. Vous êtes formidables. Formidables. De burgemeester verwelkomt jullie vandaag in het dorp. Jullie zijn allemaal geweldig. En hij wil jullie nog bedanken omdat zonder alle zussen is er ook geen Alpe d'Huez. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan hebben we net hier die start gehad en zie ik jullie hier staan. Waarom niet ook de start meegemaakt? Ja, we zijn van plan om morgen mee te gaan fietsen. Maar we wilden graag vandaag deze mensen aanmoedigen die ook die berg opknallen. En toch sfeerproef ook. Morgen zelf starten, hoe voelde dit momentje nu hier dan? Ja, mooi. Het is ook wel een emotioneel moment. Het is echt wel een dingetje, zo'n start. En ja, gewoon mooi om mee te maken. Prachtig om de mensen hier te zien en aan te moedigen. Zo, en dan staan we hier in Bos 16, komen we Lenneke tegen. Hoe is het met je? Het gaat goed. Ja? Ja. Hoe voelen de beentjes? De benen gaan nu weer goed, maar zodra ik weer opstap, dan lopen ze weer lekker vol. Dus, net de start gehad beneden, ja. Fantastisch hè? Ja, vierde keer, maar het went nooit. Het was weer heel emotioneel en iedereen die je aanmoedigt en jou niet kent, maar toch jouw naam roept en zo, dat blijft heel bijzonder. Die Vera, je bent vanmorgen gestart beneden in Bourg-d'Oisans. We lopen nu net bocht 16 voorbij. Hoe voelt het? Ja, eigenlijk best wel goed, moet ik zeggen. De benen? Muziek in, gaan, ja. Beentjes gaan ook goed. Genieten van de omgeving? Absoluut, absoluut. Temperatuur is goed? Zo, we mogen niet klagen. We mogen zeker niet klagen. Wat zien jullie er nog fris uit? Hoe gaat het? Het gaat echt wel goed, ja. En even heel even uitrusten en genieten van het mooie uitzicht. Is het de eerste keer dat jullie meedoen? Ja, wij zijn hier met school, dus wij lopen nou de berg één keer op. Ja, en we doen vrijwilligerswerk de hele week. We zijn met 50 man hier. En hoe is de sfeer? Hoe voelt de berg? Ja, gezellig. Al die bochten mooi met banners. En op sommige bochten staan ook mensen, dus dat is ook leuk. Helpt dat, al het aanmoedigen? Ja, zeker. Het is echt wel heel fijn als je aangemoedigd wordt. En we kwamen tussendoor een hondje tegen, dan kunnen jullie even aaien. Dat is natuurlijk ook weer even... Ja, dat is een heel... Dat helpt, dat geeft je energie. Een hondje. Ja. Nou, fantastisch. Zal ik even een foto van jullie maken? Ja, dat is goed.